het beeld van dat zwarte water en heel weinig licht. En ja, dat herinner ik wel, ja. Een soort archetypisch beeld van vluchtende mensen, ja. Het huisje waar we toen woonden, helemaal achteraan de staart. Dat lag in dat gebied wat overstroomde. Dus mijn vader en moeder die gingen eigenlijk al een beetje tot het middel in het water naar mijn oma, die op een bovenwoning woonde. En ik heb altijd iets met water gehad. En niet in de negatieve zin, maar een element waar ik me wel in thuis voel, ja. Dobberend op het water. Zoet watermatroos. Dat soort dingen romantiseer je natuurlijk, maar dat was in de Biesbos, ook op zo'n bootje. En het was een mooie dag met wolken, je kent dat wel. En ik kijk zo in het water en dan zie die wolken weerspiegeld. En dan kreeg ik zo'n idee als kind van hoe diep is eigenlijk dat water en hoe hoog zijn eigenlijk die wolken. Het is een soort idee van oneindigheid. Ja, dat is wel iets wat, als ik zo terugdenk, een beetje mijn eerste herinnering aan de oneindigheid of aan het idee dat je onderdeel bent van de natuur. Het land werd vaak overstroomd en onder andere door de pestgeteisterd. Voor zover men niet bezig was met de strijd tegen het water, leefde men van de schamele oosten van grindwerken, rietsnijden, hoepel maken, rietdekken en dergelijke ambachten. Mijn vader deed het, steen zetten. En die zijn vader deed het ook al. Nou, toen leek me dat eigenlijk ook wel wat. Lekker vrij buiten alles. En ik doe het nu 36 jaar en ik heb er nooit geen dag spijt van gehad. Ja, dat is een gigantisch mooi gezicht, die jongens voorbij komen. Dik 300 meter lang, dik 50 meter breed. Ja, dat is mooi. En dat dan leef je voor buiten. Het water, dat is uitzicht, vrijheid. Lekker. Kijk, je ziet het hier om je heen. Kijk, hier liggen gigantische dijken. Dan denk je, is dat nodig? Maar ja, nou is het rustig weer, laag water. Maar als er hier een noordwest staat en je krijgt wat kan, een storm met windkracht 9 tot 11, dan lopen de golven hier tot dat boven op het onderhoudspad. Je kan niet zeggen, verstop het maar even. Dat gaat niet, want het water stopt niet. Vroeger op school zeiden ze al natuurlijk, Sliedrecht dat is belangrijk in de tak van waterwerk. Want Sliedrecht die gaat met zijn baggerschepen over heel de wereld. Sliedrecht is een dorp geweest waar veel mannen vroeger altijd een eind weg waren. Dus ja, dan creëer je ook een bepaalde mentaliteit mee op een dorp. Mensen die hebben gauw zelf het initiatief.
Want ja, vroeger als die mensen met die oude schepen weg waren en het ging kapot, kwam er ook niet even, net als tegenwoordig, iets invliegen van een onderdeel. Maar dan moesten ze het ook zelf oplossen. En dan zaten ze toch ook 6 of 7.000 kilometer van huis. En daar komt dat wel, denk ik. Daardoor komt het ook wel een beetje dat die mentaliteit zo geboren is van gewoon doorgaan. Ook als het niet kan, moet het toch. Hé? 11 uur, even een bekje doen. Altijd hoor je de rivier, je hoort de boten, de duwbakken voorbij gaan. Dat is een heerlijk gevoel. Ik heb een wat ouder huis, dus er zit veel glas en lood in. En dan hoor ik de glas- en loodramen trillen als de boten voorbij gaan. Nou, dan raken we niet in paniek. Dat geeft juist een heerlijk gevoel. En dat is voor mij Papendrecht. Je ruikt ook wel eens de dieseldampen, maar ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Nou, dat vind ik niet erg. In combinatie met een lekkere rivierlucht, dat voelt goed. Dat is een lekker gevoel. Dan denk ik, nou, ik ben gewoon thuis in Papendrecht. Dat is een mooi dorp, hoor. Monument. Dat denderde maar door en dat nam alles op zijn vaart mee. Want huizen werden natuurlijk kapotgeslagen. Het waren huizen natuurlijk met hele met eensteens muren. Die kunnen die waterkracht natuurlijk nooit aan. En dat nam alles gewoon mee. De dijk loopt vanaf hier, al kronkelend. Hier de plek van de dijkdoorbraak, 1 februari 1953, Noordhoek, Westeind. Dan loopt hij hier zo door, dan gaat hij naar binnen toe. Langs de markante, mooie historische huisjes die er ook tussen zitten van Papendrecht. Kenmerkend voor Papendrecht. Gaat hij hier weer door, dorpshart. Gaat hij zo verder langs dan de brug. Dat is de Papendrechtse brug, 1967 gebouwd. Even kijken, dan gaan we hier verder. En dan gaat hij door richting Oosteind. En dan eindigt hij in Sliedrecht. En dat is het totale gebied van de dijk van Papendrecht, het historisch dijklint. Ik neem altijd de dijk, tot ergernis soms van mijn vrouw, want die wil dan wat meer opschieten. Want de dijk is niet voor de snelheid natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ik weet niet, het voelt gewoon lekker. Ik voel me altijd op mijn gemak en dan ben ik echt thuis. Zo voelt het. En identiteit is toch zo dat, nou ja, je moet met elkaar samen leven. En niet elkaar heel erg belemmeren en beletten in de vrijheid van leven. En dat zie je toch in het dorp om ons heen. Dat zal ook misschien vanuit het kerkelijke te maken hebben. Sociale controle is wat heviger, heftiger, wat intensiever. Is niet negatief, maar persoonlijk vind ik het wel prettig dat het meer het liberale... Het, nou, elkaar vrij laten, maar als het nodig is, er toch voor elkaar zijn. Dat is de kracht van sowieso Papendrecht. Toch een soort vrije staat, vrije plaats in het grotere geheel. En dat voelt gewoon lekker.
Nou, nu ik alleen ben, vind ik de buurt heel prettig. En de kerk. Ja, zonder geloof had ik het niet gered. Een kind verliezen is zo erg. Maar daar heb ik ook iets heel wonderlijks meegemaakt. Maarten die ging naar zijn werk. En hij blijft dood. En hij was 45. Het was op een maandag. En zondags hadden we een heel gesprek over zijn kerkgang. Want toen mocht Pascal, 8 jaar, van 3 scholen het gebed doen. Dat is heel wonderlijk dat zij daarvoor uitgekozen werd. En dan was hij helemaal van onder de indruk hoe prachtig dat ze het sprak, dat gebed. En ik zei, Christian, 3 jaar oud. Hij zegt, die zat als een muis met sukkelgrote ogen helemaal mee te leven. Ja. En we hebben het over die preek gehad samen. En de andere dag, 9 uur, was hij er niet meer. En toen was het woensdags, toen zijn we naar hem bezig kijken. En dan, ja, mijn man kon er niet over praten, maar als vrouw kun je veel makkelijker praten erover. En toen stond ik in de gang. En helemaal kapot natuurlijk. En het was donker, want het was avond. En ik sta in de keuken. En er komt een lichtstraal door de keuken. En Maarten ligt erachter, zoals ik hem gezien had. En een stem die een prachtig Nederlands zei. Je moet hem niet meer terugbeginnen, want hij is gelukkig. Nou, dat vergeet ik nooit. Moet ik helpen dragen? Nee hoor. Ja, als je ziet dat iemand jouw hulp nodig heeft, dan moet je ze helpen. En daarom ben ik blij dat ik nu naar je kom. En mevrouw Samson, nou kijk, nu heeft ze weer een paar rokken die te nauw zijn. Daar maak ik ze bij dan. En ik mag met haar mijn boodschappen doen. Geweldig toch? Maar zo begrijp je de samenleving. En de film vroeg ze alweer klaar. En dan gaan we nog naar de Jumbo. Die kan dit, die kan dit, die kan dat. Nou, dat is toch leuk? Maar ik vind het ook heel fijn dat dat zo is. Is dat niet overal? Ik woonde in de Johan-Spaanstraat en dat was echt de arbeidersbuurt. En al die mannen, die woonden daar. Al die mannen werkten op de Biesbos. En dan, mijn vader die was metaalbewerker, metaaldraaier. En die heeft eigenlijk zijn hele leven op scheepswerven gewerkt. Maar het laatste deel van zijn leven heeft hij hier op de Biesboswerf gewerkt, in de draaierij. Ik zie Erik staan. Of is het Erik niet? Ja, dat moet Erik zijn.
stroomt lekker, hè? Dat zie je. Oké. Okay. Je zit helemaal vol met water, hè? Oh ja, dan laten we hier maar lekker liggen. Ja, laat maar hangen, joh. Maak niet. Ja. Het is eigenlijk heel ongrijpbaar water, want dat gaat zijn eigen weg. Het is ook heel moeilijk te bedwingen. Daar zijn Nederlanders natuurlijk heel goed in, het bedwingen van het water. Dus op het moment dat je daarmee bezig gaat zijn, dan ben je eigenlijk een beetje de werkelijkheid aan het herscheppen. Maar dan op een manier om te ontdekken hoe je nou eigenlijk dat water kan bedwingen. En dat heeft mij in ieder geval 10 jaar gekost om daar wat wijzer in te worden. Hoe ik water in mijn werk kan gebruiken zonder dat een hele tentoonstellingsruimte blank staat. Maar eigenlijk vind ik het mooiere dat je het dus helemaal niet kan bedwingen. En dat het water sterker is dan de menselijke ingreep. En dat vind ik ook mooi als je hier vaart en je ziet die stroming van dat water. Ja, ik kan zelfs de motor uitzetten, precies. Dan komen we nog op dat plekken. Hè? Dus het water leidt ons. Zo, dat, ja, dat is wel mooi gezegd, eerlijk. Ja. Maar, kinderen die zeg maar aan de wal wonen, die vinden schippers soms een beetje raar. Want ze vinden het raar dat je op een school woont eigenlijk. Dus dat vinden ze allemaal raar. En dat begrijp ik soms helemaal niet. Allemaal even stil. Hey, mijn eigen kamer ligt over je kamer. Even stil. Even netjes en eerbiedig, Romain. Hugo. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eet smakelijk allemaal. Hé, hey, Anne, wie gaat er nou... Wie... Mag ik het zo maken? Ze brengt me gewoon naar het internaat toe. En dan was kusje en knuffel en dan was het eigenlijk doei. Alleen nu geef je soms geen knuffel en zo en zeg je alleen maar doei. Dat je nu op een duur gewend eraan bent. Dan zitten soms kinderen naast me op de kamer en die hoor je dan meestal huilen. En dan denk je zo van, ik huil niet en hun huilen wel. Nou, dan denk ik zo van bij, ja, waarom vinden jullie het nou moeilijk? Je ziet ze naar school, week, zie je ze toch weer. Ze blijven geen jaren weg. Dus eigenlijk al meer dan 3 jaar woon ik hier. Mijn familie, die varen allemaal overal in Europa wel. Ik zou eigenlijk geen schipper willen worden. Het lijkt me niet zo heel leuk. En dan moet je aan boord werken en zo. Maar want ik wil liever iets anders worden. Ik zou heel graag kapster willen worden. Ik mis wel dat het schip niet beweegt. Want het internaat die blijft stilstaan en het schip die beweegt gewoon de hele tijd. Het leven aan boord ben je een beetje in je uppie. Ik vind het schippersleven veel leuker als ik door de gebergte ga. Dan zie je allemaal van die mooie kastelen. En mijn opa vertelt dan verhalen over. Dan heb je ook een monnikshuis en daar zat een meisje in. Die deed elke avond de kaars aan. En dan... Prins die zat dan in zo'n kasteel en die deed dat ook omdat ze op elkaar verliefd waren. En dat is wel zo leuk om allemaal van die spannende verhalen te horen. Dat vertellen mijn opa en die onthoudt dat, want zijn opa vertelt dat ook allemaal aan zijn vader.
kan wel een beetje generaliseren van mensen zijn over het algemeen wel nuchter in Alblasserdam, dat denk ik wel. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel dorpen waar dat ook zo is. Ik weet niet dat je kan zeggen van nou, Alblasserdam is nou een dorp waar mensen heel veel gemeen hebben. Want er zijn juist heel veel aparte groepjes. We hebben geloof ik 17 kerken in Alblasserdam. Maar over het algemeen gaan mensen wel goed met elkaar om en kunnen ze met elkaar door één winkelcentrum lopen en praten ze met elkaar. Ja, de Alblasserdammers zijn een bedrijvig volkje. Op woensdag 15 maart was het zover en werd de geboorte van het Mercado winkelcentrum op feestelijke wijze gevierd door het aansnijden van een mammoetbeschuit. Dat vind ik wel heel belangrijk, dat mensen kunnen reageren op het nieuws. Want je ziet zo vaak mensen dat zo kort door de bocht zijn met een reactie. En juist zo'n reactie is goed, want dan krijg je daarna de nuance. We hadden laatst hier in de Lekstraat een uitslaande woningbrand met volgens mij 4 kinderen in die woning. Die wel op tijd naar buiten konden komen, maar al hun kleding was verbrand. Dus die hadden helemaal niks. En toen had ik s'avonds op Twitter gezet van... Laten we die mensen helpen. Als je maat zo, maat die en die en al die kindermaatjes had ik er even bij gezet. Als je dat nou hebt, bel dan even die moeder en nou, zorg dat je dat aflevert. Zodat die kinderen in ieder geval weer wat kleding kunnen dragen. En dat had ik ook op de website gezet. Nou, en die dag daarna, weet ik hoeveel, maar meer dan 100 telefoontjes in één dag had ze al binnen. Van mensen die wilden helpen met veel meer dan kleding. Ook met puzzeltjes en spelletjes, want dat was ook allemaal weg. Dus lokaal kan je best wel veel bereiken door een klein berichtje. Ja, of we hier nou echt wat van merken, al zou dit een drechtstad worden, Alblasserdam blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. En ja, zo'n drechtstad of de drechtsteden bij elkaar, ja, die maken een band niet hechter of zo. Dat is alleen een naam. En het gebied blijft hetzelfde. Nee, dat heeft geen effect, denk ik, op een gemeenschap. Hier, nu zitten we eigenlijk een klein beetje buiten de bewoonde wereld. Hè? Vroeger was je dus al een half uur door de biesbos aan het varen. Die bewoonde wereld die rukt steeds verder zo dat gebied in. Je wil wel dat er een klein hoekje blijft waar je dat gevoel kan behouden. Dat je toch nog een beetje in een soort ongereptheid kan zijn. Een stuk natuur om je heen kan hebben. Maar er is eigenlijk nergens een plek in Nederland waar je dat helemaal 100% kan beleven. Want als je hier dus s'avonds voor anker ligt of zo, en dan is het lekker stil. Maar dan hoor je wel, dan hoor je de Rijksweg bij Sliedrecht hoor je. Je hoort de boten op de Nieuwe Meiwede. Dus er is altijd wel een soort connectie met menselijke activiteit. Eiland verbonden door hoeveel bruggen? Ja. En 2 tunnels. Ja. Kees Budding heeft daar een mooi gedicht over geschreven. Hier op dit eiland. De grootte van een pannenkoek of zoiets. Ja, dat gaat daar over, dat eilandgevoel. Anderen zeggen altijd dat wij toch wel te onderscheiden zijn daardoor. Van eigenwijzer of een beetje meer op onszelf. En, een beetje dat gevoel van isolement, dat is natuurlijk was vroeger wel aan de orde. Ja, tegenwoordig zit je in 20 minuten
midden in Rotterdam natuurlijk met de trein, dus dat is een beetje onzin. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar er zit wel iets in. Een paling. Hij krijgt me niet naar binnen, zie je? Dat is een paling. Jeetje, mooi zeg, aalscholven. Thank you.